Mijn beste vrienden, all over. Een biggie barassa voor jullie. Straight from the heart. Jereno. Graag wil ik het met je hebben over cultuur. Ik weet, ik heb ooit al een moment eraan besteed, maar ik wil het weer doen, omdat cultuur onuitputtelijk is. Behalve dat het dynamisch is, dus dat het verandert en met de tijd mee kan gaan, is het ook nog onuitputtelijk. Geweldig. Wat is nou cultuur? Mijn definitie? Cultuur is het resultaat van de interactie tussen goden, mensen, dieren, dingen en de hele natuur. Het totaal. Dat is cultuur. Sommige mensen kunnen ook zeggen, wat is je eigen cultuur? Je eigen cultuur, ik ben het over de tradities, gewoonten die je op nahoudt. Dat wordt dan jouw cultuur. Cultuur, dat zijn ook de kunsten, de kleine en grote kunsten. Noemen schone kunsten. Ik kijk geen vuile kunsten, maar goed, schone kunsten. Muziek is cultuur, het onderwijs is cultuur, filosofie is cultuur. Dus al die dingen die tot stand komen door die mens in interactie met die andere mens of met de goden of met van alles. Dat is een geweldig mooi en een geweldig breed spectrum wat je nodig hebt. Hè? En dan, de cultuur van een samenleving, van een bepaald volk? Er kan zeggen mensen, er zijn bepaalde samenlevingen die, bepaalde samenlevingen, die hebben een landbouwcultuur. Dat wil zeggen, alles wat er gaat en gebeurt, dat is met de agrarische sector en dat soort dingen. Geweldig! En dan hebben we een industriële cultuur, geweldige industrieën en al. Dus het is een heel breed begrip. Als je kijkt naar Suriname, dan kan je afvragen, wat is de cultuur van onze Chinezen bijvoorbeeld? Nou, die Chinezen hebben een hele oude cultuur, want het gaat terug, 10.000 jaren terug gaat dat. Hè? We hebben een cultuur met medicijnen bijvoorbeeld, Chinese medicijnen en Chinees eten is overal de hele wereld verspreid. Dus je kan rustig zeggen, dat is een Chinese cultuur. Overal waar een Chinees is, heb je minstens één restaurant. Grappig, hè? Maar oké, kijken we naar onze Indiase broeders, dan denk je ook van, wat is hun cultuur? Maar Indiase cultuur is geweldig. Ze zijn ook tienduizenden jaren oud. Ze hebben een cultuur van met verschillende goden. Ze hebben wel 1000 goden. Hè? Schitterend vind ik dat. Iedereen komt aan bod. Je hebt een godin van de liefde. Een van het vuur. Een van de oorlog. En een prachtig pantheon van alleen maar goden. Dat doet ons ook terugdenken aan het godenpantheon van de Grieken en de Romeinen. Hè? Ga je naar Indonesië? Wat is daar die cultuur? Ah, dat is geweldig, man. Borobudur. Een werk wat onvoorstelbaar is. En de verbeelding te boven gaat dat mensen dat kunnen. Ga je naar Afrika? Kijk je dan naar Ethiopië bijvoorbeeld, met waarvan men zegt, de tempel, er is een tempel op een berg in de hemel. Het is onvoorstelbaar wat je allemaal aan cultuuruitingen te zien krijgt. En dat is maar een druppeltje die ik benoem. Laten we naar Suriname gaan. Dan is de vraag,
wat is die cultuur van Suriname? En over die cultuur van Suriname in een volgende video.